ben vandaag in het Belgische Overijse en daar ben ik natuurlijk niet voor niks. Achter me kun je al zien dat ik voor de deur sta bij Reniers Fishing. Nou, dat moet een fantastische winkel zijn in België. Ik ga er eens een kijkje binnen nemen, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat ik binnen aantref. Hier gewoon zicht in de deur. En we zijn er bijna. En de deur is wide open. En we kunnen er binnen. Een grote zaak, ik denk dat die wel 600-700 vierkante meter groot is. Ruim gesorteerd. Alles op voorraad. Als je hier vanuit Nederland deze kant op komt, is dit natuurlijk geweldig. Je ziet veel eigen ontwikkelde producten bij Reniers. Hengels. Schepnetstelen. Vaste stokken. Te kust en te keur. Ook als roofvisser. Hier ook geweldig goed. Kijk eens even. Alle bekende merken aanwezig. Alles kun je vinden. Alles is er. Klopt deze kant op. Kijk maar eens even. Nou, als je hier eens roofvissen niet uit de voeten kunt, dan weet ik het ook niet meer. Elastiek. Nou, heb ik iets te veel gezegd of niet? Alles voorradig. Kijk, dan loop ik na de roofvisafdeling, loop ik de vaste stokafdeling in. Zoals je kan zien, assortiment gigantisch. Met name wat hier er natuurlijk uitspringt is het assortiment Tubertini. Assortiment Maver. Ruimschoots aanwezig. En als ik deze kant op ga, dan komen we de hengels van Garbolino tegen. En die hebben natuurlijk een fantastische upgrade gehad sinds de jongens als Diego da Silva, Stefan Potelet en Jo Adriolo zich bemoeien met de ontwikkeling van de hengels. Kortom, hengels te kust en te keur bij Reniers Fishing. Ik heb al verteld dat hier heel veel producten zelf ontwikkeld worden. Er zit natuurlijk heel veel expertise in huis bij Reniers Fishing. Als ik bijvoorbeeld de schepnetstelen pak, dan heb je natuurlijk de schepnetstelen voor de normale F1'tjes, zal ik maar zeggen. Vissen tot 1 of 2 kilo, fantastische kwaliteit. Maar als je nou te maken hebt met de echte bullen, dus 4 of 5 kilo karpertjes, dan moet er natuurlijk toch een wat robuustere schepnetsteel gebruikt worden. Ook daar kun je hier heel goed voor terecht, want deze zijn eigenlijk zo goed als onbreekbaar. Nou, ook op het gebied van vaste stokken weten we natuurlijk dat er in België fantastisch veel gevist wordt op de vijvers die daar zijn. Meestal zijn de stokken niet van langer dan 10 meter. Ik heb hier een fantastisch exemplaar, €299, stok van 10 meter voor het echte, secure werk. Als je nou gaat voor het kantvissen of gewoon een hengel wil hebben, of waar je zegt, daar wil ik die bullen van 4 kilo mee kunnen vangen, dan kom je al snel terecht in deze categorie. 7,10 meter. En eentje van 6 meter. Perfecte stokken voor gebruik in de margin. Kijk, als je praat over België, dan praten we natuurlijk over additives. Er is geen land waar zoveel additives gebruikt worden als in België. Dus kijken wat hier alleen al staat. Aan verschillende soorten, ook allemaal ontwikkeld door Reniers Fishing zelf. Nou, dan weet je wel dat hier een brok expertise in zit. Dan gaan we de feederafdeling op. Alle spullen liggen als je wil gaan feederen. Nou, als je nog eens een assortiment feeders wil zien, kijk maar eens. Kan dus haast niet missen. Je ziet dat Preston hier ook heel groot aanwezig is. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Kwaliteitsproducten. Feeders van Cresta, Matrix, Grace, Arca, Tubertini. Kortom, het moet hier toch wel gaan lukken, denk ik. Nou, dan kom ik na de feederafdeling, kom ik op de afdeling van de zitkisten. Ik moet hier even bukken ondertussen. Mocht je nou op zoek zijn naar een zitkist, dan kan ik je wel een geheim verklappen. Hier staan ze bijna allemaal. Kijk maar eens. Als je hier niet kunt kiezen, dan kun je dat waarschijnlijk nooit. Ook weer heel veel accessoires aanwezig. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen of het is hier ook te krijgen. Het is erg imponerend om het assortiment te zien. En zeker vanuit Nederland, de reis richting Overijse meer dan waard. Deze kant op. Hier staan ook weer allerlei additives. Hier zie je die additives ook nog een keer terugkomen van Reniers Fishing. Gigantische hoeveelheid. Zowel om te dippen, om te spuiten en je voer te doen. Alles en nog wat. En wat denk je van deze? Ik heb hier even een assortimentje wafters. Allerlei verschillende soorten, waar je u tegen zegt. Ook speciaal ontwikkeld voor het vissen op vijvers. Als ik aan deze kant op ga, dan komen we bij het lokvoer en de pellets, ook van Reniers Fishing. Heb ik toch nog iets waar ik even wat verder over wil praten? Ik heb ook het
Reiniers Fishing Voer. Dit is dan een allround voertje. Bruikbaar op vijvers, kanalen, eigenlijk overal. Ben je nou een vorenvisser in de winter? Dan pak je dit voertje natuurlijk. En het mooie van dit lokvoer is dat er een viertal additives bij zitten. En nou vraagt iedereen natuurlijk, wat voor additive doe ik nou waarbij? Nou, dat is hier perfect opgelost. Want op de zakken staat precies hoeveel je nodig hebt van welke additive. Is er nog een voertje? Allround voertje. Perfect voor de feeder, vaste stok en kan eigenlijk overal ingezet worden. Dus dit zijn in feite in basis de eigen voeren die op de markt gebracht worden. Maar dit is natuurlijk nog niet alles. Er is nog veel meer. Nou, het voer wat ik net heb laten zien, dat is natuurlijk niet het voer wat er is. Er is nog veel meer voer, maar dat is echt iets om zelf eens te gaan bekijken. Waar ik wel even induik zijn de pellets en het paste natuurlijk. Ook ontwikkeld door Reiniers Fishing. Overleg met allerlei topvissers die hier over de vloer komen, krijg je natuurlijk een perfecte samenstelling. Verschillende groottes, van 3 mm tot en met 7 mm. Verschillend geflavored. Ik heb hier bijvoorbeeld een kers, je hebt een monster crab. En nou we het toch hebben over monster crab, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar dit is een van de hardlopers op het gebied van paste. De monster crab paste. Het is maar even dat je het weet. Als ik dan verder deze kant op ga, dan zie je dat het varieert allemaal van 3 mm tot en met 7 mm. En op een aparte manier geflavored. Dus je kunt hier eigenlijk allerlei soorten krijgen die je in Nederland niet zo makkelijk op de kop kan tikken. Misschien toch weer een ideetje om toch deze kant eens op te rijden. En om zelf eens te kijken of er iets voor je bij zit. Nou, als je verder kijkt wat er is op het gebied van pellets. Ik loop het rek even langs. Dat gaat misschien even wat snel, maar dan krijg je wel een beeld van wat er is. Als we het hebben over additives, lokvoeren, kijk eens even. Voor de gewone sportvisser tot aan de topsportvisser. Er is hier van alles te krijgen. Ik moet even bukken ondertussen. Je hoort het al, ik stoot mijn hoofd ook nog. Je ziet het. Champion Feed zie ik liggen. Baitech. Van der Rijnen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Of het wordt hier verkocht. En als je nou hennepvisser bent en je hebt bulk nodig, wat denk je hiervan? Zakken van 20 kilo? Ik bedoel maar. Nou, dan vind je hier natuurlijk ook nog het Sony Baits. In grote rek aanwezig. Kijk maar, als je naar achteren op gaat. Steek ik deze kant over. Paste. Ook allemaal ontwikkeld door Reiniers Fishing. In samenwerking met de topvissers die hier over de vloer komen. Nou, ik heb nu het roofvissen gehad, we hebben de feederafdeling gezien, we hebben de vaste stokken gezien, het vaste stok gebeuren. En we gaan nu de trap op. Boven is de karperafdeling. Kijk, ook als karpervisser grijp je hier niet zo snel mis, als ik het zo eens zie. Heel veel klein materiaal. Corda lichter. Sortiment corda. Verschillende verzwaringen. Wat je ziet, klein materiaal, onderlijnen, alles en nog wat. Kijk eens even. Bolies voor het echte werk. De echte karpervisser, die kan hier ook terecht. En onthoud, de witvisser is te vaak op zo'n karperafdeling ook nog wat te vinden. Omdat heel veel karpervissers gebruiken dezelfde spullen die wij witvissers gebruiken. En andersom, assortiment Arcabiva. Kleding, vaste stokken. Ik loop gelijk even door naar deze kant. Dan krijg je gelijk een goed beeld van de winkel zelf. Ik sta boven een deel van de vaste stokken zoals je kan zien. Keuze genoeg. Schepnetstelen, van alles en nog wat. Kijk eens aan de fantastische winkel. Wat een assortiment. Je kunt hier alles bekijken, alles zien. Alles is er. Dan de trap weer af. Dan gaan we naar de koffie. Denk ik. Nou, ik heb de koffie erbij gepakt. Ik heb een fantastische ochtend beleefd hier in elk geval. Het is zeker het aanraden waard om eens richting Overijssel te gaan rijden. Duisburgse Steenweg nummer 70. Kan niet misgaan. Parkeerruimte voor de deur. Kortom, ik zie je graag hier eens een keer verschijnen in Overijssel.